Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat 4000 Duitse soldaten de Noordoostpolder omsingelen. In de hele vroege ochtend van 17 november, vandaag dus 75 jaar geleden, de hele vroege ochtend vielen ze de polder binnen. Er kwam echt een behoorlijke troepenmacht af. En je kunt eigenlijk zeggen, Rauter schoot met een olifant op een mug. Als je de verhalen soms even wat hoort van die mensen die daar zijn, ja, ze konden makkelijk in een schuttersputje. He? En ze konden ook makkelijk in Vollenhoven, ze konden zelfs nog in Meppel, is er nog iemand gevlucht, het café in. Ook in Zwartsluis konden mensen dus nog makkelijk eigenlijk weggaan. Of de hebben de Duitsers het toegestaan, dat ja, en ook je hebben dicht geknepen. Ze gingen het uitkammen, zo 10, 20 meter en dan de volgende soldaat. Dus het gebied moest helemaal worden uitgekamd, omdat de opdracht ook echt nadrukkelijk was. Niet alleen iedereen die daar is arresteren en verzamelen, maar ook de wapens vinden. Ze wisten zeker dat er wapens waren gedropt en die moesten gevonden worden.